Maar als je elkaar verstaat, hoef je niet meer te begrijpen. Welkom Titus. Dankjewel. Dat is een tijd geleden. Nou, hele tijd geleden. Het werd weer tijd hoor. Ik heb er heel erg naar uitgezien. Dus vooral de laatste week of vier, vijf. Ja, dat kan me voorstellen. Ik ook. Je mist het op een gegeven moment. Hè? Ik wel. Ja, ik had hetzelfde gevoel. Mijn mind niet, maar ik wel. Nee, je mind, die kan het liever niet hebben. Maar het is leuk om je weer te zien. We starten met een nieuwe opzet. En dan kijken we gelijk allebei die kant op. En daar zit Sarah. Ja. En Sarah is een gast die we hier hebben. En de bedoeling is dat we elke keer, jij komt twee keer, dus dat hebben we al besproken. En dan daarna komt er weer een nieuwe gast. Dus dat wordt dus de nieuwe opzet van de films. Daarbij komen we om de twee weken, dus niet meer elke week, maar om de twee weken. Dus de eerstvolgende film is dan... Voor jou is dat 4 oktober. Ja. En daarna kom je op 18 oktober nog. Wordt die uitgezonden. Dus je komt nog een keer terug. Ja. Hè? Dus om dan die van 18 oktober op te zetten. Ik denk dat het. Ook voor ons is het helemaal nieuw. We hebben geen idee hoe dat gaat lopen. Maar ik denk dat het heel erg leuk is. En het lijkt me ook verstandig om het met jou te beginnen. Ja. Sarah, dat je hier als eerste de spits ervan afrijdt. Ja, maar helemaal een eer dat ik hier ook mag zijn. Nou, ik vind het een hele eer jou te ontvangen. Het is een hele grote eer. Ja, zeker. En ook fijn om je in het echt natuurlijk te zien. Ja. En dat is allemaal bijzonder dat het eindelijk een keertje allemaal gaat gebeuren. Want eigenlijk over mezelf misschien daar maar een beetje... Ja, je kan doen en laten wat je wil, hè, binnen de perken natuurlijk. Ja, precies. Dus, eigenlijk kennen we elkaar nog helemaal niet zo erg. Nee, we zien elkaar voor het eerst vandaag. Ja, we zien elkaar voor het eerst natuurlijk heel vaak dan via de sessies. Ja, via Skype, hè. En dat is dan denk ik nu een halfjaartje geleden, denk ik, dat we elkaar dan voor het eerst hebben. Ja, je bent eerst bij Sebastian geweest, hè, coach. Ja, die mogen we niet vergeten. Nee, je wilt toch even genoemd worden. Absoluut. Moest je trouwens de groeten van hebben, dus bij deze. Ja, en daarna ben je bij mij gekomen. Ja, ja, klopt. Precies. Ja. Dat is, dat zal zo'n 3-4 maanden zijn ongeveer. Ja, en ik kwam eigenlijk bij u, of in ieder geval bij Sebastian eerst dan door een... Nou, je had mij geschreven op de mail. Ik had u geschreven allereerst. Ja. En op basis van een video eigenlijk van maar een paar minuten waarin u volgens mij het had over... Weet je wat, ik moet je toch onderbreken. Ja. Want nu hebben we de spanning heel hoog op laten lopen. En iedereen die de video's kent, die mist natuurlijk nu iets. Dus ik zou willen beginnen met jou. Neem een lekker bonbonnetje. Een bonbonnetje. Lekker. Die moet niet ontbreken natuurlijk. Ja, nee. Ik denk, ik ga nog niks zeggen. Nee. Dus dat iedereen gaat denken, wat is dit Dankjewel, nou weer? Dankjewel, Wijnands. Dus de bonbonnetjes die... Ja, ga ik wel een beetje smakken in de microfoon. Ja, smakken is altijd lekker. Oh ja? Ja, ja. Nou goed. Ja. In de microfoon. Goed, ga je gang verder. Nou, even een... En de mensen weten niet wat we allemaal achter de kiezen hebben hier. Dat gaan we ook niet vertellen. Wordt. Nee. Moeten we dat niet vertellen? Houden we dat, Nou, wat we allemaal achter de kiezen hebben gehad al, hè? Ja. Nou, ja, jij denkt technisch misschien. Oh, technisch? Ik wilde qua zoetigheden. Nee, ik dacht ook aan de taart. Ja, nee, de taart je lijkt wel Sinterklaas bijna. Ja, soms, kerstman, klein de kerstman. Nee, de kerstman, dat hebben we afgesproken. Ja. Dus... Bij deze. Jij was aan het vertellen. Ja, ik zag eigenlijk een tijd terug, dus nu denk ik inmiddels een jaar geleden, een korte video van 4 minuten, denk ik, van u. Waarin u het eigenlijk had over, als je ergens vanaf wil, dan kom je er niet vanaf. Eigenlijk een hele korte uitleg van een paar minuten over hoe dat werkt binnen onze winst- en verliesmaatschappij. Ja. Hoe dat nou precies allemaal zit en dat dus het probleem in stand houdt eigenlijk. Ja. Van, er is winst. En er is verlies. Ja. Als het goed gaat, gaat het goed. Maar als het fout gaat, moeten we er zo snel mogelijk vanaf. Ja. En daar herkende ik eigenlijk zoveel in. Dat ik echt dacht van wow. Dit slaat precies op mij dan. In Australië dan een piekervaring. Eigenlijk een piekpaniekaanval gehad. Wat eigenlijk een beetje vanaf daar moment het balletje eigenlijk is gaan rollen. Met. Wanneer was jij in Australië? Dat is nu nog niet zo lang geleden. 1,5 jaar geleden. Ja, ja. Ja. Toen eigenlijk een moment waarin ik gewoon heel erg bewust werd van mijn gedachten en daar zo van schrok dat er eigenlijk heel veel paniek bij kwam kijken. En vanaf dat moment weet je, het balletje ging rollen met ik wil geen angstige gedachten en hoe moet ik ermee omgaan en ik ken dit niet. En ja, het ging eigenlijk altijd goed en ineens ging wat minder en wist ik helemaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. Nee.
En toen zag ik die video en toen herkende ik daar zoveel in dat ik dacht, ik ga gewoon even mede. Ja, want daarvoor ben je nog ergens anders geweest? Ja, ik heb toen wel een aantal sessies bij een psycholoog gehad. Maar dat was voor mij gewoon niet... Nee, daar kon ik me niet in vinden. Ik weet niet, het matchte voor mij niet. En ook dat ze ook het hele afkomen van en willen oplossen van een probleem. Ik had zoiets van, ja, maar heb ik dan echt een... Ik wist wel dat ik ergens moeite mee had, maar ik dacht van, ja, nou ja, om het zoiets groots te maken, dat wilde ik nou ook weer niet. Nee. Maar toch was het wel. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik hier nou mee om? Maar toen zag ik dus die video en toen dacht ik, dit is wat ik moet hebben, zeg maar. Dit moet ik... Hier moet ik op gaan reageren. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Eerst met Sebastian en toen met u. Sebastian is een coach voor ons. Ja, hè? Sebastian is een coach als mensen. En daarna ben je bij mij gekomen. Ja. Ja. Ja, en kan je ongeveer vertellen waar jij dan, wat je echt last van hebt gehad? Ja. He? Ja, het was eigenlijk gewoon het begon dus inderdaad een beetje met een paniekmoment op basis van dat ik heel erg schrok van, oh, ik heb een angstige gedachte. Ja. Toen dacht ik, oh, ik wil hier niet aan denken. Ja. En toen realiseerde ik me van, oh, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Nee, nooit. Nee. En daar ben ik zo erg van geschrokken toen en ik weet niet eens waarom of hoe dat precies is ontstaan. En toen kwam echt het piekeren en het malen daarover en dat ik er echt last van had. Ja. Dit is geen moment van 10 minuten of zo, neem ik aan. Nee, dit gaat over dagen in Australië, denk ik. Ja, dit is eigenlijk één avond. Oh, één toch avond wel? Waarin het echt ontstond voor mij. Met dat paniekmoment dus. Dat ik echt merkte ook van... Hè, wat is er aan de hand? Maar ik herkende het gewoon helemaal niet. Dus ik was daar echt... Ik schoot echt in de paniek. Maar tegelijkertijd had ik ook zoiets van... Oké. Ik wist ook ergens misschien wel van hier ga ik ook wel dingen weer uit meenemen. Maar ik wist nog helemaal niet waar ik moest gaan kijken. Nee. Hoe maar ik die gedachten bleven. Die gedachten bleven inderdaad. Dat bleef rollen. Ja. Zodanig eigenlijk dat je kan zeggen dat die gedachten je leven gingen beheersen. Ja, ze gingen op dat moment echt mijn leven beheersen. In de zin van, je bent gewoon gedurende de dag ben je continu mee bezig. Ja. En dat herkende ik gewoon helemaal niet van mezelf. Ja, en het is heel logisch dat je er dan natuurlijk van af wil. Dat is eigenlijk super menselijk dat je dan denkt... Ja, als je iets wil, dan wil je er vanaf, hè? Precies, je gaat googlen op hoe kom je van angstige gedachtes, hoe piekergedachtes, hoe kom je er vanaf? En je wilt heel veel dingen doen. En juist alles het tegenovergestelde is wat... Nou, is misschien wel leuk, want je vertelt dit nu. En als je bij een GGZ of psycholoog op instellingen komt, dan gaan ze het... Gaan ze op die gedachten zitten en dan komt dat woord dwang komt naar voren, dwanggedachtes of intrusies, dat is nog erger. Je krijgt allemaal dan die labels er weer opgeplakt, terwijl we hier dat niet gebruiken. Het zijn gedachtes die jou overnemen. Mm-hmm. En dat noemen we dan mind. Ja. Dat is al eerder in films ook natuurlijk meerdere malen gezegd. Want het is niet sec dat woordje dwang, dat is niet, dat vertaalt niet wat het hier precies over gaat. Nee. Want het gaat over de totaliteit. Ja. En doordat je daardoor dus de niet meer de baas bent over het systeem mens, dat waar we het hier over gehad hebben, hebben we het dus ook dat je gaat zien, maar het is alleen maar de mind. Ja. En alleen maar de mind, dat klinkt natuurlijk, Titus weet dat, ik weet dat. Maar alleen maar de mind bedoel ik dus mee dat er verder met jou niks aan de hand is. Precies, en dat was ook voor mij de eerste sessie met Sebastian die ik dan toen had. Is dat hij ook echt zei, er is niks aan de hand. Nee, is helemaal met jou niet. Met mij is er niks aan de hand. Nee, precies. En dat was voor mij wel echt dat ik dacht, oh ja. Je bent niet ziek, je bent niet gestoord, je bent niet gek, noem maar op. Het is eigenlijk heel menselijk. Ja, ja. Het is ook gedachten horen bij een mens, lijkt mij. Ja, precies. Ja, maar niet dat ze die overnemen. Nee. Nee. En toen kwam je bij Sebastian en daarna hier bij mij. Maar hoe heb jij dat je zegt van... hoe heb je die gedachten kunnen leren zien dat er een bepaalde afstand komt? Ja, dat is wel echt bij jullie helemaal begonnen natuurlijk. Ja. Dat is wel helemaal hier ontstaan dat ik dat heb kunnen leren zien. Ja. Dat begon bij mij gewoon heel erg met het überhaupt dat er een mind is. Ja. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Want je gaat ervan uit dat je je gedachten bent en alles wat er in je opkomt, dat geloof je. Dus je gaat erin mee en dan komt er een gedachte en dan ga je die kant op en die kant op. En
Je wordt helemaal alle kanten opgeslingerd, zeg maar. Ja, ja. En hier heb ik echt leren inzien van, oké, je hebt dus een keuze. Ja. Met, ja. Er is geen enkele gedachte is waarheid. Nee. Die gedachte komt op. Ja. Maar je kan zelf altijd bepalen wat je ermee doet. En dus ook om er niet naar te luisteren. En vanaf dat moment dacht ik, dit is, kan nog wel eens echt het meest waardevolle zijn wat ik ooit ga. Ja, want dat wel een goeie die ze zegt, heb je zelf ook meegemaakt en ik ook. Je hebt het idee dat je helemaal geen keuze meer hebt. Ja. Ja, je gaat geloven in je gedachten ja, als absoluut. Je stress hebt of als je, dus je hebt geen keuze. Genomen bent. Nee. Of, ja. Nee, en je ziet ook niet, want het, dat is ook zo, in het algemeen gesproken, zoals wij leven, als er, is de betekenis die je aan dingen geeft. Maar dat is ook de betekenis die je aan gedachten geeft. Ja. Want jij kan een gedachte hebben en ik kan een gedachte hebben en we hebben nooit dezelfde gedachte, maar het kan ergens over een bepaald onderwerp gaan, wat jou helemaal niks doet en jou niet en mij wel weer en omgekeerd. Hè? Ja. Dus het heeft ook heel veel met betekenis te geven, wat we geven aan die gedachtes, waardoor we onze eigen werkelijkheid creëren. Ja. Maar ik wil toch even terugkomen, dat is misschien wel heel aardig om even te doen. Het gaat er dus om, als je komt hier, en dat is bij Zara hetzelfde als bij jou zo, dat je op een gegeven moment zo geïdentificeerd bent, dat je dus, dat jij niet meer zichtbaar bent. Ja. En ik heb daar, die wil ik wel hier even laten zien op dit moment. De eerste cartoon die ik dan wil tonen is, dat is zo simpel getekend, maar zo goed getekend. Dan zie je een beeld staan, een mannetje staan, en die zit in een wolk. Ja. Die zit echt in een wolk. En dan staat de letter in het Engels, is stuck in your mind. Hè? Je zit vast in die gedachte. En op dat moment zit je er zo in dat je niet meer kan zien dat jij dat niet bent. Ja. Je bent ervan overtuigd dat je het bent. En je bent ervan overtuigd dat het ook zo is. En je bent er ook van overtuigd dat het voortdurend terugkomt. En daardoor komt het ook telkens terug. Ja. En juist hoe harder je duwt, hoe meer het terugkomt. Dus dat is het eerste plaatje. Je bent helemaal overgenomen door die gedachtes. Op het moment, dat is eigenlijk het tweede plaatje, dan zie je, het ook weer een poppetje getekend, maar die kan naar zijn gedachten kijken. Dus er ontstaat een bepaalde afstand tussen jou en die gedachten. Op het moment dat die afstand er is, ben je niet meer geïdentificeerd. Als jij kan zien dat het gedachtes zijn, dan zit je er niet meer in. En je kan het alleen maar zien als je eruit bent. Dan, als je eruit bent, kun je zien dat je erin gezeten hebt. Maar als je erin zit, dan kan je niet zien. Nee. Die uitweg zie je niet. Nee. Daarom lijkt het zo onmogelijk en ontzettend moeilijk. Exact. En het is als, en akelig bijna om eruit te komen. Ja, het is afschuwelijk. Kijk, want ze praten heel goed over. Maar je weet zelf hoe zulke gedachten je hele leven, jouw jonge leven al zo beïnvloed hebben, dat je tot dingen niet meer komt, of dat je dingen niet meer durft, of dat je, die gedachten jou alles vertellen waardoor je het niet meer moet doen. En dat is hier bij jou ook zo goed zichtbaar, maar dat komt omdat je zo geïdentificeerd bent, want je luistert naar die gedachten. Ja. Maar jij bent degene die naar de gedachten luistert. Ja. Maar dat heb je niet in de gaten, want het zelf wordt verwisseld, dus je bent van overtuigd dat het zo is. De kracht van de mind is dat die het zelf verwisselt met het zelf. Met jouzelf. Ja, dus jouzelf, dat is nergens meer, maar hij toont zich als het ware dat jij dat zelf bent. Ja. Ja, dus dat is die sterke identificatie. Dat kan je alleen maar van buitenaf horen. Ja. Ook al zou je het lezen, dan is die mind voor jou sterk genoeg om dat niet te kunnen ontvangen. Ja. Dat komt niet binnen. Je leest het misschien wel. En dan denk je, ja, interessant. Maar je zit er nog steeds in vast. Dus als je hoort, echt hoort van buitenaf, wie het ook zegt. Het gaat er wel op de manier op waarop het gezegd wordt. Dat jij dat niet bent. Maar dat jij degene bent die ernaar luistert. Echt naar luistert. Dan is het weg. Ja. Snap je? Dus dat is dat moment waarop je die afstand al gecreëerd hebt. Want jij luistert. Net dat zo goed gebeurt als je ook naar telkens als we jou bellen, hè? Ja. Dat belmoment. Dat is het ook, okay. Dat bellen, jij hebt, dat is wel leuk dat we nu even hierop gaan zitten. Een paar weken geleden belde je mij. Ja, die had ik niet zien aankomen, hoor. Ik dacht echt, ik dacht al heel lang van wat fijn dat ik uit de mind ben. Ja. Maar deze zomer ging de mind ergens anders op zitten. Op een andere angst. Ja.
En die nam het ook weer over. Ja. En ik weet gelukkig dat ik je kan bellen. Nog steeds. Het voelde gelukkig heerlijk om dat ook te doen. Van, dan zou ik je hebben ook. Mind. Ja. Ik bel hem gewoon op. En, maar dan gebeurt dat wat jij zegt. Je ziet, en je zei het gelijk aan de telefoon, je ziet het patroon weer. Ja. Voordat ik belde was het echt geen patroon van mij. Er was iets heel gevaarlijks aan de hand. Ja. Ik verkeerde echt in een soort doodsangst. Ja. Ja. En daar blijf ik nu kalm onder. Ik kreeg gelukkig geen paniekaanval of zo. Daar was ik al heel blij mee. Daarom las ik het ook niet goed. Omdat ik geen paniekaanval kreeg. Terwijl ik wel ervan overtuigd was dat er iets heel gevaarlijks met me aan de hand was. En toen belde ik jou op. Ja, vanaf dat we aan het kletsen zijn, zie je het helemaal van de buitenkant. En kletsen we nog gezellig over andere dingen door, ja, en zo. En op een gegeven moment moest ik ophangen, want ik moest weer door naar een afspraak. Hoe snel je er weer in kunt tuimelen trouwens. Ja. Want dat vind ik aan jouw verhaal dan interessant. Maar misschien heb je daar zelf ook over nagedacht. Want jij zegt dat je op je 18e op een avond in Australië erin schoot. Het was niet op mijn 18e. Nee, ik denk dat hij dat verkeerd... Ja, dat is... Het was op je, weet je dat nee, nog? Nee, ik ben nu 22. Het is denk ik nu een jaar geleden. Anderhalf jaar geleden. Ik weet niet hoe dat erin komt. Maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. Nee. Het is anderhalf jaar geleden. Ja. Dus je was geen klein kind meer. Je was al... Dus anderhalf jaar geleden. Dus je was een twintiger al. Ja. Een jonge twintiger. Ja, wat ik dan interessant vind, van heb je je nog... Nou, dat wil jij trouwens denk ik niet. Want je zegt dat tegen mij, je moet het nooit willen begrijpen. Misschien is nee, dat je kan het ook niet begrijpen. Nee, want ik ga er meteen denken van, wat raar. Heb je dit daarvoor dan nooit gehad? Ja, klopt. Maar dat is... Ik heb het daarvoor echt nooit gehad. Dus dat is heel gek. Ik had wel misschien vroeger af en toe natuurlijk wel eens dat ik piekerde. Maar het is echt ontstaan... Ja. Ja, door basis van dat paniekmoment is het echt gaan rollen. En ik heb het toen zo willen onderdrukken en... toen tijdens het reizen ervaar je natuurlijk wat meer stress. Dus dat heeft er waarschijnlijk ook aan bijgedragen. Maar daardoor was die angst voor mij ook zo groot. Omdat ik het echt niet herkende. Ik denk, wat is dit nou? Ja. En hoezo heb ik hier last van? Dat is echt eng, ja. Ja, dat je echt denkt van, hè? Dus dat was voor mij helemaal nieuw eigenlijk. Ja. Ja. Nee, ik realiseer me nu dat ik een vraag stel waar we dus ook dat telefoongesprek over hadden, jij en ik. Je zei tegen mij, je hoeft dit niet te begrijpen, daar heb je niks aan. Nee. Je gaat gewoon door. Ja, het is zelfs nog sterker, je kan het niet begrijpen. Want met het verstand, en dat is natuurlijk het begrijpen, is het onmogelijk. Het is echt de ervaring en het gevoel. Het is eigenlijk het verschil tussen elkaar begrijpen en elkaar verstaan. Ja. Voel je het verschil? Ja. Dus elkaar begrijpen wil nog niet zeggen dat je elkaar verstaat. Nee. Maar als je elkaar verstaat, hoef je niet meer te begrijpen. Nee. Voel je het verschil? Ja. Dat is echt precies. En dat is ook een van de dingen die hier natuurlijk ook in de wereld van winst en verlies een grote rol spelen. Dus we verstaan elkaar helemaal niet. Nee. En als je jezelf niet meer verstaat... We begrijpen elkaar wel. Als je jezelf niet meer verstaat, dan heb je ook een... Hetzelfde verhaal. Ja. Dus iemand begrijpen wil nog niet zeggen dat je iemand verstaat. Nee. En dat is met dit precies hetzelfde. Ja. Exact hetzelfde. Dus het zit op een ander level. Elkaar verstaan heeft met gevoel te maken, intuïtie, openheid, ontvangenheid. En al die dingen die erbij horen, de houding, de uitstraling van iemand. Dus veel meer dan begrijpen. En als het hier over begrijpen gaat, ja, dan zit het woord grijpen er ook altijd nog in. En dat is vasthouden. Vasthouden, ja. Ja, dus daarom is het, je kan het niet begrijpen. Het gebeurt gewoon. Ja. Het is er gewoon. Het is er. Ja. Het is er. En dat was bij mij in Frankrijk hetzelfde toen. Ja. In één keer was hij daar met die spoorbomen toen ik in Frankrijk stond. En ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht, ja, ga je ter plekke dood? Een paniekaanval had ik nog nooit gehad. Nog nooit. Maar dat je later, dat iets anders je overvalt wat met denken te maken heeft... Ja, dat is... Dat is heel akelig. Dat is gruwelijk. Misschien is dat vergelijkbaar. Ja. Ik weet het natuurlijk niet, je kunt nooit in elkaar kijken. Maar het is inderdaad dat je voelt dat iets je overneemt. En nogal wie dus ga je denken, er is hier iets. Ja, ik dacht echt, er is iets. De bedrading ligt even helemaal precies, uit elkaar. Precies, er is niet goed. Wat is er aan de hand? En ik was op dat moment ook alleen in... je bent alleen in de andere kant van de wereld. Ja. En je denkt, jeetje, wat... Ja, gek is dat vaak, hè? Bij mij ook, maar ook bij cliënten die ik hoor, dat het in het buitenland gebeurt. Bij is dat zelf ook gebeurd.
dat ik zeg niet dat het de regel is, hè, maar je hoort wel vaak in dit soort gevallen, als het je in één keer overvalt, dat het in het buitenland gebeurt. Dat is bijzonder, hè? Ja. Dat is een ervaring die ik hier met cliënten heb. Ja. Was je pas net in Australië toen of al langer? Nee, het was de laatste maand. Dus echt, dat scheelde niks. Dan nog wel. Nee, het was de laatste maand vlak voordat ik alleen ook ging reizen. Dus ik had het meegemaakt. En toen mijn ouders, gelukkig alles over verteld. Die zijn echt fantastisch waar ik natuurlijk heel veel aan heb. Maar zoals ik dacht van, Gossaar, ga je dan nog doorreizen? In mijn eentje dan nog? Heb ik toen wel gedaan. En dat was toen wel echt een geweldige reis nog. Was van een paar weken. Ik weet niet, op de een of andere manier was het toen zo. Je bent dan ook, omdat je continu natuurlijk in de natuur zit, ben je nog wel gewoon heel keer in het. Ja, je zit gewoon continu. Ja, je bent er gewoon de hele tijd. Dus die gedachten waren er ook, maar ik heb nog wel een hele geweldige reis kunnen hebben. Dus dat was wel het eerste moment waarvan ik dacht: oké, dit is heel vervelend nu, maar ik kan nog steeds wel ook gewoon nog happy zijn. Op het moment met heel veel dingetjes. Maar dan kwam het natuurlijk af en toe nam het me weer over. En dan zit je er weer in. En dan, maar die reis vond ik wel heel fijn. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Dus niet heb geluisterd naar die verhaaltjes. Van dat gaat niet lukken. Ga terug naar Nederland. En dat mijn ouders ook zeiden. Doe het dan maar gewoon. En ga er nou maar gewoon heen. En dat heeft u ook altijd gezegd. Van gewoon doen. Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen. Ja. En dat was eigenlijk misschien juist ook wel een hele waardevolle reis, omdat het eigenlijk op de achtergrond gebeurt er best wel veel. Maar toch lukt het dan dus nog om te genieten van bepaalde dingen. En dat was wel bijzonder. Ja. Ja, je vertelde even voordat we deze video starten dat je ook zo genoten hebt, hè, van dat proces wat je dan ingaat. Ja. Ja, het was eigenlijk, ik weet het niet, ik had gelijk zoiets van. Ik zou willen dat mensen weten hoe waardevol het ook is. Want we hebben het natuurlijk ook heel veel over. Dat is absoluut. Ik heb er heel erg last van gehad. En nog steeds heb ik er af en toe echt last van. Mm-hmm. Alleen ik zie ook wel echt altijd ook al ingezien dat het heel erg waardevol is. Mm-hmm. En dat ik er zoveel aan heb. En dat ik ook andere mensen er zoveel aan zouden kunnen hebben als ze inzien van goh. Ja, het begint daarbij iets heel kleins. Maar als je wakker wordt van nou, ik zie er vandaag niet zo goed uit. Dat je dat dus niet hoeft te geloven, dat je daar dus niet in mee hoeft te gaan. En dat ik dacht van, goh, dus helemaal terug naar die basis van gewoon inzien dat het alleen maar gedachten zijn, die dus geen feitelijke aard hebben eigenlijk, maar gewoon gedachten zijn. Ja, toen dacht ik, ja, hier wil ik echt wat mee. En daar ben ik toen heel veel over gaan lezen. En, ja, want er gebeurt dan veel meer natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En dat is die transformatie waar we ook nog wel eens een keer. Als we die de tweede keer zien, misschien daar ook nog een stukje over meenemen. Ja. Van die transformatie. Want er gebeurt natuurlijk veel meer. Dan, je hebt af en toe nog wel eens last, maar het is bijna minimaal in het geheel waar we het in totaal besproken hebben. En dat kan je. Dat, om daarop terug te komen. Wij allebei, ik heb jou dat ook door de telefoon verteld. Dat. Tim die ging naar Schotland om te hiken. Ja, zoon. En mijn zoon is dat, ja. En die is 29 en die ging dan 154 kilometer lopen in Schotland. En dan wild kamperen op de West Highland Way. Ja, ik heb ook meegemaakt dat mijn bezorgdheid dus op een bepaald moment doorschoot in angst. Ja. Ja, dus dan, dat heb ik jou ook verteld. Dat is, dit is ook iets. Oké, hij is niet weg, maar hij gaat dan op een hele nieuwe situatie zitten. Dat is je kind in dit geval. Ja. En dan, dan word je dus, dan word je dus eventjes weer meegenomen door de mind. En dan heb je er echt weer mee te maken. Totdat je ziet, oké, dat is dat je weer komt in die overgave van laat het maar gebeuren. Maar hij is er op dat moment wel. Dus ook bij mij. Ja. Het is heel belangrijk om dat te vertellen. Ik heb het al eerder gezegd, bij heel veel mensen is die nooit meer terug. Maar het is natuurlijk heel verschillend wat mensen hebben. Heel erg verschillend als we het over angsten hebben. Maar bij een bepaalde categorie, dat kan ik nu zeggen, komt die nog wel eens een keer voorbij. Ja. Als er dus iets gebeurt wat heel bijzonder is. Ja. En dat is in dit geval de angst om je kind natuurlijk. Hè? Dat er iets gebeurt met het kind, omdat hij alleen gaat. En er is niemand bij, hij doet het alleen. Dus dan gaat die mind zeggen, ja, maar als hij alleen is, ja, dan kan er dit gebeuren. En er is niemand die hem helpt, hij kan vallen. Dus al die doemscenario's van die mind, ik zeg het met een lach, maar op dat moment is het wel weer afschuwelijk als je, als je het doormaakt. Die zijn weer precies hetzelfde als vroeger op andere niveaus. Dus dat
daaraan kan je zien dat die gevoeligheid die sommige mensen houden, die kunnen ze, daar ben ik er dus één van, en Titus heeft dat ook, ja, die gevoeligheid die ligt er wel. Ja. Alleen je weet precies hoe je er uiteindelijk mee om kan gaan. En je weet precies ook dat het niet blijft. Ja. He, want dat is precies het verschil. Als je hier komt, dan denk je, nou, het gaat nooit over. Ja. Mm-hmm. Want als ik in het begin zeg, maar je komt er gewoon vanaf. Ja, het gaat gewoon gebeuren. Ja, dat geloof ik niet. Nou, jij bent nog niet zo lang bij mij. Maar dat is precies hetzelfde. Ik kom je helemaal vanaf. Dan zegt die meid, ja, dat zal best wel. Maar dat is precies omdat je... En jij hebt gelukkig niet zo'n lang traject afgelegd. Daar ben je ook nog heel jong voor. Maar ik wel en Titus ook wel. Dan hoor je natuurlijk alleen maar de teleurstelling. Of je hoort de dingen, ja, maar ze werken niet. Dus je krijgt continu die teleurstelling. Ja, het traject voordat ik bij jou kwam, bedoel je. Ja, het traject voordat je bij mij komt. En ik heb een heel lang traject gehad. Dus, ja. Maar nu weet je. Je weet gewoon. Oké, maar dat is dit. Ja. Dus dit, en dat is dus eigenlijk, dit is, komen we nou toch weer bij plaatje 3, want die had ik natuurlijk nog niet verteld. Dat is dat moment waarin je in overgave bent. En nu komt het allersterkste ook, jij weet dat en jij weet het ook en ik weet het ook, dat je stopt met oordelen. Ja. En analyseren en interpreteren. En hoe zit het dan? Nee, overgave en dan kunnen ze voorbij. Maar als je weer gaat analyseren... Of gaat interpreteren, of je af gaat vragen dit of dat, dan zit je er weer in. Absoluut, en dat gaat zo snel. Dat gaat zo snel, want die overgave, maar dan wil die mind direct. Zo. En dan ga je. Nee, overgave is overgave. Zit daar ook dat begrijpen waarschijnlijk zelfs in? Ja, nou, dat is ook in dat begrijpen zit in datzelfde rijtje. Ja. Want je wil het dan begrijpen. Ja, en verstaan, hoe kan het mij dan toch nog een keer overkomen? Heb jij zelf ook gehad? Ja. En dan heb je weer heel veel te pakken. Ja. Ja, dus. Het voorbij laten gaan, die gedachtes, of ze maar gewoon te laten gebeuren, kan alleen vanuit overgave. Ja. En het niet antwoorden, dat is ook een vorige video van jullie, alle twee. Ja, niet die was voor mij persoonlijk... Oh, sorry, microfoon. Maar voor mij persoonlijk vond ik die zo waardevol, want je reageert zoveel sneller dan je denkt. Ja. Maar het echt is niet reageren en er komt dus een angstige gedachtes op en... Als je die angstige gedachten dus er laat zijn, verdwijnt het dus weer. En dat vond ik ook elke keer dat het zoiets bijzonders is. Dat ik denk, oh ja. Ja, en weet je wat zo mooi is? Ja. Dan bij alle drie kunnen we wel zeggen, we zijn gek op de herberg. Het verhaal van Roemie. Klopt. Het is precies dat verhaal weer. Kom maar binnen. Ja. Nee, maar dat doe je met een heel lastig kind toch ook? Ja. Ja. Dat je zegt niet de hele tijd, je moet je mond houden. Ja. Je mag dit niet, je mag dat niet. Ja. Maar doet hij het allemaal wel. Ja. Doe maar. Doe maar, ik reageerde echt helemaal niet op. Nou, dan is binnen 2 minuten. Dan is de lol eraf. Hè? Ja. En dat vind ik dus een heel krachtig gevoel geven. Dat ik echt zoiets heb, en heb ik ook wel eens aan u verteld van... Als je dat dan ervaart, wie kan er dan nog iets maken? Ja. Niemand. Dat voelt dan echt zo. Ja. En dan heb je dan losgekoppeld. Ja. Want je zegt dus, wie kan mij dan nog iets maken? En dan zeg je al dat mij, dat is iets heel anders dan die gedachten, dan die mind, dan die patronen, dan die interpretatie, die beoordeling. Fantastisch, hè? Het is gewoon die keuze. De keuze ben jij. Het ervaren ben jij. De keuze is inderdaad, exact. De keuze is ben jij zelf. En dat had ik, als ik hier dus geen last van had gehad, had ik dus nooit ook geweten dat je die keuze had gehad. Precies. En dat is denk ik wat ik er zo waardevol aan vind. En ook dus aan mensen zou mee willen geven van, goh, zie in van... Als je hiermee te maken krijgt, dat je dus langzaamaan die keuze weer terug kan krijgen. Mijn moeder heeft ook wel eens tegen mij gezegd, heeft me wel eens opgebeld van... Goh, Saar, zeg me maar even na. Mind, bedankt dat ik dit allemaal mee heb mogen maken. Dus dan zit ik aan de telefoon. Mind, bedankt dat ik dit... Lieve moeder. Wat heerlijk. Ja, ik vertel heel veel. Je hebt een geweldige moeder ook, hè? Ja, ook een geweldige vader. Maar op dit niveau ook een geweldige moeder. Ja, zeker. Ja. Die snapt het helemaal. En ik denk dat dat zo helpend kan zijn. Als je er zo in ziet van, ik zit echt in een... ook wel natuurlijk in een beetje een lastige periode. Maar uiteindelijk heb je er zo ontzettend veel aan. En brengt het je ook gewoon dichterbij waarom, wat we hier ook allemaal doen, denk ik. Ja. Dat het gewoon ook juist in die lastige periodes, dat je weet hoe je daarmee om moet gaan. Ja, nee, dat herken ik helemaal. Ja. Ik heb het vaker ook deze video's gezegd. Voor mij was het echt letterlijk een feest. Ja. 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 Nou, die vrijheid weer te voelen. Ja, al is het maar een eerste kleine stapje. Maar dat tipje van de sluier wordt opgelicht. Voor dan denk je, wauw, er is zoveel. Joh. Er is zo ontzettend veel wat ik nu ga ontdekken. Klopt. En wat ik anders, wat jij dus zegt.
nooit had ontdekt. Het zet wel de wereld op zijn kop. Absoluut. Maar het maakt het ook veel mooier, denk ik. Ook als je buiten bent. En maakt alles veel specialer. In plaats waar je dan vroeger veel meer gaf misschien om... Ja, ook materialistische dingetjes. Maar ook meer winst en verlies dus eigenlijk. Ja. Voelt het echt alsof je dan nu bezig bent met wat er echt toe doet. Mm-hmm. Ja. En dat had ik anders nooit gehad. Ja. Dit is precies wat het is. Hè? Want je schetst het proces ook heel goed. Dit uiteindelijk transformeer je. Ja. Ja, het is toch steeds gaande, denk ik. Dat gaat door, dat stopt nooit. Ja, dat gaat door, dat zegt hij ook. Ja, die zei het ook wel eens gezegd, van als je denkt dat je er bent, dan zit je erin. Niet. Ja. Precies. Ja, inderdaad. Ja. Dus kijk, je houdt natuurlijk altijd, er zijn natuurlijk de meningen direct, mensen die denken. Kijk, als iemand zegt, ik heb geen ego, dan zit je erin. Want iedereen heeft een ego. Ja. Het ikje wordt gewoon helemaal geboren. Als je aan deze kant van de wereld leeft. En je praat ook over deze cultuur. Dan heb je allemaal een ikje. Dat kan niet anders. Ja. Maar als dat je niet overneemt. En het werkt voor je. Is er niks aan de hand. Maar egoloos bestaat niet. Nee. Dat is iemand die dat zegt. Die heeft een heel groot ego. Die heeft een ego door te zeggen dat hij geen ego heeft. En dan krijg je dat weer. Want de mind is natuurlijk. Die kan je goed voor de gek houden. Ja. Die kan je zelfs het idee geven dat je dat niet hebt. Ja. En dat je dan heel goed bezig bent. Maar dat kan niet. Ja. Hè? Die ik-cultuur, daar zitten we gewoon in. Ja, dat ikje, zo ook zie ik het dan. Dat is ook wat uiteindelijk wat natuurlijk verdwijnt. Dat ikje van de mind hebben we het hier over. Hè? Dat is dat gecreëerde ikje. Maar dat heb je nodig, anders kan je niet functioneren. Precies, ik vond dat dus dat woord eigenlijk, Eckhart Tolle kwam daarmee, dus human being. Dat ik dacht, dat is ook echt zo'n goede beschrijving. Dus op een bepaald niveau zijn we natuurlijk hier. Maar je hebt dus die beide. Beide, mm-hmm. Je hebt ze beide nodig. Ja. En dat is denk ik... Dus het idee dat je zonder ego kan, dan heb je jezelf weer goed in de maling laten nemen door de mind. Ja. Bij deze. Ja, ja, ik vind dit ook iets, hè, wat je nu, ik weet niet hoe jij erin staat, dat dit voor dit moment, dat had jij nog een vraag aan Zara, dat je zegt, ik wil daar nog iets over weten. Ja, dat is misschien wat gedetailleerd, maar... Over dit stuk? Ja, dit stuk van, voelde jij dan ook dat je echt, het beheerste je? Werd je dan geblokkeerd of werd je somber? Of waaraan merkte jij dat het je over ging nemen? Ja, goeie inderdaad. Ja, ik voelde me denk ik heel erg een beetje opgesloten in je eigen... Omdat je er ergens van af wil, maar je hebt je gedachten altijd bij je. Beangstigde dat mij heel erg. Dat ik dacht, je wil ergens vanaf wat je altijd bij je draagt. Dus dan voel je je ineens heel erg opgesloten in je... Ik weet nog dat ik een keer met een vriendin aan uit eten was op vakantie... En toen ben ik ook gelijk naar buiten gelopen, belde mijn moeder. En toen voelde ik me zo, je zit je zo vasthaast in je eigen hoofd eigenlijk. Gewoon vast in je eigen denken. En terwijl er dus in werkelijkheid is er dus niks. Mm-hmm. Maar in je hoofd gebeurt er zoveel en angstgerelateerde dingetjes. Wij gaan omzeilen daardoor, bepaalde dingen, activiteiten. Ja, ik denk dat ik wel ook wel geloof dat ik bepaalde dingetjes eventjes niet kon. Of misschien niet geschikt was voor bepaalde dingetjes. Maar wel iedereen om me heen. En dan is ook weer dus... Mijn ouders die hadden ook altijd... gewoon zoiets van blijven doen. En nu ook. Ja. Gewoon dus wel alles blijven doen. En dat heb ik wel altijd gedaan met alles. Ja, want je bent er ergens alleen mee. Omdat je het niet met iedereen wil delen natuurlijk. Nee, klopt. Je deelde met je ouders en misschien met een vriendin. Ja. Heb je misschien denk ik al gehad. Kan ik me voorstellen. Ja, niet heel veel mensen. Wel de mensen met wie ik het over kan hebben. Kan ik het er wel heel goed over hebben. Mm-hmm. Dus dat scheelt wel. Dus ik heb er niet per se alleen in gevoeld, maar ik was gewoon heel erg bang dat ik iets ineens had ontwikkeld, wat voor altijd zou blijven, dat ik dacht, dit is voor altijd, hoe gaat het zijn? En terwijl dat dus eigenlijk echt een obstakel was waar ik dan weer doorheen moest, denk ik ook om misschien wel dichter bij de realiteit te komen van, het kan niet altijd alleen maar zo gaan, zeg maar. Mm-hmm. Want dat was ik eigenlijk van nature heel erg gewend. Het ging eigenlijk altijd prima en... Echt een blij eitje en nooit iets aan de hand. En dat heeft mij wel echt dichter bij de realiteit gebracht en kwetsbaarder. En dat mijn zus ook wel zei van, ik vind je nu eigenlijk gewoon een mooier mens daardoor. Ja. Mooi compliment. Ja, heel mooi compliment. Hè, van je zuster, echt een mooi compliment. Ja. Ik denk dat we hier een mooi stuk hebben neergezet. Ja, dus dankjewel. Goed duidelijk dat wat er wordt verteld en... Wil ik je ook heel erg voor bedanken.
dat je hier bent. En gelukkig, je komt nog een keer terug. Ja, en dat zeker. Is het allermooiste daarvan. Want dan kan je verder vertellen over alles wat je meemaakt, waar je nu zit. Hè? Ja. Dit ging echt over het proces van de mind en wat ermee te maken heeft. En ik zou willen afsluiten met een gedicht. Dat is... Je hebt ze nog. Er is nog iets. Hè? Ja, ga je dat voor het gedicht zeggen? Ja, vind ik wel. Ja, het gedicht vind ik altijd mooi. Dat is echt een afsluiter. Op 12 oktober heb ik weer een... weten jullie dat ook? Weer een livestream. En dat geldt voor iedereen die nu de video ziet. 12 oktober aanstaande om 7 uur is dat. Dus bij deze. Anders vergeet ik het weer. Dan kijken we weer allemaal. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ik wil nu gaan afsluiten met een gedicht. Ja. En ik had hier... bron onbekend. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Wanneer, heet het, is de titel. Wanneer de helderste vorm van helder er is en kleuren zich uiten in haar mooiste kleur, je gedachten gewoon gedachten zijn, geen mind of strijd, geen mineur. Een kruising voor altijd een kruising mag zijn en de keuze in volle rust zal komen vanuit kracht, zonder verzet of pijn en vanuit passie volgend uit je mooiste dromen. Wanneer controle gelaten voor wat het is, geen moeten of willen, maar doen, omdat het kan vanuit je diepste zijn, is het nu geen morgen of toen. Mooi. Tot de volgende keer zou ik willen zeggen. Tot de volgende keer. Nou, leuk hoor. Lekker hè, je deed het fantastisch.